An dem Plein liegt ein von den zwei Ausdeelpunten von der Voedselbank in Maastricht. Da werken unter anderem Moeder en Dochter Grietje en Marloes Leenhouts. Samen met andere vrijwilligers en sponsoren proberen ze de minder bedeelden van Maastricht-West een hart onder de riem te steken. Ik ben Marloes Leenhouts. Ik werk al 3 jaar voor de Voedselbank vrijwillig. Ik ben Lilian Hendricks. Ik werk als vrijwilligster bij de Voedselbank op het Fatimaplein. Met heel veel plezier. Hallo, ik ben Anita Beursgens. Ik ben al 10 jaar de Voedselbank vrijwillig. Met heel veel plezier. Ik ben Grietje Leenhouts. Ik werk hier onderhand, ik denk zoiets van 5 jaar. Ik ben Jacobus, vrijwilliger van de Voedselbank, gedurende 2 jaar. Ik doe dit samen met mijn vriendin Tini Gerards en we doen het met ontzettend veel plezier in deze. Ik ben Jean Martin, ik ben 57 jaar en ik ben sinds jaar of 5 vrijwilliger bij de Voedselbank. Op de vraag waarom ik hier ben komen werken, kan ik eigenlijk heel gemakkelijk antwoorden. Ik geloof dat God mij in de wieg heeft gelegd om te kijken naar de andere medemensen. En vooral die wat het een tijdje moeilijk hebben. In mijn vorm is het dan, je hebt niet alleen de voedselbank, maar ook de kledingbank hebben we hierboven. En soms hebben mensen natuurlijk ook behoefte aan kleding. En ja, dan kun je toch ook helpen. Wekelijks gaan bij ons 47 pakketten de deur uit. Dat houdt in, ze worden vanuit Landgraaf worden ze hier naartoe gebracht. En daar staan eigenlijk ook nog eens 500 pakketten klaar, die door heel Limburg verdeeld worden. Ik heb zelf 3 jaar bij de voedselbank kunnen krijgen. En ik heb nu een zaak op de Koning Kloverstraat. En ik ben blij dat ik andere mensen ook kan helpen. Je wordt aangemeld via maatschappelijk werker of een... En in ieder geval een dienstverlener die bij jou dagelijks of wekelijks op bezoek komt, die meldt je aan voor bij Landgraaf eigenlijk. En dan krijg je een intakegesprek. En een intakegesprek houdt in van dat ze je financiële gebeuren na gaan trekken en hoeveel geld je uiteindelijk per week overhoudt. En dan wordt je op een wachtlijst gezet. Wil je wel leuk gaan zien? Yes. Wil ze een Blue Wonder of wil ze afwasmiddel? Gigant. Dat is de bedoeling. We hebben zeker nog een wachtlijst. Op het ogenblik hebben we tussen de 175 en 200 gezinnen die nog zitten te wachten op een voedselpakket. Alleen, er is niet genoeg voedsel aanwezig in Landgraaf om de aantallen al te verhogen. Sowieso iedere donderdagmiddag dan. En dan zijn we ook open van 2 tot 5, ook voor mensen die spullen willen brengen, die kunnen dan hier terecht. En buiten dat, ik woon hier vlak om de hoek, dus we hebben altijd, kunnen wij hier binnenkomen, mochten er mensen tussendoor, soms komt de aardappelboer of een fruitteler die heel veel fruit over heeft, die komt het afleveren en ik kan niet op donderdagmiddag. Nou, dan nemen ze contact met mij op en zorg ik dat dan toch gebracht kan worden. Wil u meer weten over Voedselbank Limburg-Zuid en haar uitdeelpunten? Kijk dan op www.voedselbanklimburgzuid.nl. Oh, daar is het. 100 euro, dat is allemaal, hè? Ja, dat is altijd.